Ja, ik ben Olga Oorman en ik ben onder andere verhalenvertelster. En wat doet u nog meer? Ik heb, in januari ben ik met FPU pensioen gegaan vanuit onderwijs. Ik heb 40 jaar in het onderwijs gezeten. Ik heb onder andere Anansi-verhalen ook geschreven, 2 prentenboeken. Een van die verhalen is wat ik net verteld heb. En ik heb het binnen de leesbevordering, want ik heb bij een advies- en begeleidingscentrum gewerkt om materiaal te ontwikkelen voor intercultureel onderwijs. En ik heb dus deze verhalen in een vertelkastje, een verteltheater gedaan, zodat ze ook kinderen kunnen genieten van de verhalen van Anansi. En nou, dit verhaal ging over weer de list van Anansi. Anansi die iets heel graag heeft, namelijk hij wil de Tumba-koning worden. En hij zal en moet het krijgen. En dan gebruikt hij de krekels om hem te laten playbacken. Want hij kan niet zingen, maar hij kan wel dansen. En hij wint het Tumba-festival uiteindelijk. Ik heb het zelf geschreven. Ik heb dus zelf heel veel verhalen van mijn oma gehoord, maar ook bij de 8e dag, de Ochodia van begrafenis enzovoorts, op de Antillen, Aruba. Ik ben naar Nederland gekomen, dat is blijven liggen. Ik heb het veel verteld, ook al vanaf de 70e jaren in de klasse. Nou, de jongens die ik nu tegenkom, die zeggen van, nou, ik weet niet wat ik van jou geleerd heb, maar wel, ik ken dat verhaal nog van Bakapinta of wat dan ook. En toen dacht ik, nou, wat er gebeurt, zijn Anansi-verhalen die reizen al steeds en er wordt steeds aan vervormd of nieuwe verhalen ontwikkelen zich. Waarom nu ook niet? Dus dat heb ik gedacht. Okay.